Japanse journalist op het scherm. Met hem heb ik een geweldige oudejaarsavond doorgebracht. Zuipend en snuivend en vooral van God los. Ik ben benieuwd of hun hart klopt voor Afrika. Wendy of Sander? De kinderen van Afrika hebben jullie nodig. Oh ja, we komen net... Wat? Net ons nest uit. Ik kom voor de kinderen van Afrika. De kinderen van Afrika. Dat is een heel goed doel. Mijn oma's worden allebei 90. Gaan we mee, dat is gezellig. En wij gaan op de foto met mijn... Ja, leuk. Gaan we even mee. Voor mijn oma. Ga je meedoen aan de Paralympics? Ja, ja, ja. Als ik mee had kunnen doen, dan... Dag, Wendy. We willen eens een foto geven. Hoi. Dag, jongen. We zitten daar. Ja, heel goed. Je zit wel te dragen allemaal. Kijk, dit is... Ja, kind dat doodgaat. Nou ja, ach. Ik wil 15.000 gulden voor jullie hebben. Kan je aftrekken van de belasting? En een fijn gesprek. Stoppen wij ook wat geld erbij. Het gaat naar een goed doel. Ik weet, jullie hebben een prachtig huis met een paar miljoen, een oprijlaantje, dus dat kan er wel af. Ja, precies. Het is goed voor je imago bovendien. Ja, als bel je mij even de platenmaatschappij gaan luisteren, dus ik word geterroriseerd door die... Ja, we doen al een hoop. En, wat doe je dan? We kunnen het heel mooi zeggen en die 5000, het gaat ons er helemaal niet om en dat geven we zo. Oh, gelukkig. Maar we zijn dit jaar ook al 5 dagen voor Vosse Pers naar... Dat moet je ook niet doen, naar Malawi geweest. Het valt best mee. Moeten al die arme kinderen moeten briefjes schrijven iedere maand? Zou het goed voor elkaar? Ben je zelf wel eens gaan kijken dan? Nee, ik ga niet naar Afrika toe. Griezelige ziektes, epidemie, ellende, burgeroorlog. Woedende brief heb ik erover gelezen in de krant. De mensen die zich genaaid voelen. Ja, maar zijn natuurlijk altijd heel veel mensen. Of tenminste, er zijn altijd mensen die je helaas niet kan vertrouwen. Ja, dus moet je niet dat komt in elk bedrijfsleven voor. Maar het wil niet zeggen... Moet je dan helemaal niet doen? Nee. Vind je dat je dat niet moet doen? Ik heb met Frans Moment gesproken en die zei tegen mij... je moet die kinderen gewoon laten sterven, dat is beter. Want je maakt die mensen hulp afhankelijk. Dat is niet waar, want ze gaan door. Je moet er niet aan denken. Ja, maar je kan er niet over oordelen als je er niet bent geweest. Nou, dat zei ze over de apartheid ook in Zuid-Afrika. Ik wist heel goed dat dat niet deugde. Nee. Ik heb nu wel genoeg dat fotootje laten zien. In godsnaam, wat een werk. Andersom trouwens. Ik wil 15.000 gulden van jullie hebben. Ja, ik zal hem even zo laten zien. Ik wil 15.000 gulden van jullie hebben gewoon voor het goede doel. Ik maak een lijst met A-artiesten en B-artiesten. Zij is jong en talentvol, jij bent jong en talentvol. Je woont hier in een huis voor een paar miljoen. Ik denk, nou, kom op jongens, 15.000 gulden is toch wel het minste. Maar jij je hart op die juiste plek hebt. Ja, maar jij weet helemaal niet waar wij met ons leven mee bezig zijn. Je weet helemaal niet hoeveel gulden, we al... Het gaat niet om 15.000 gulden. Wij hebben nog wel veel meer in ons hoofd zitten om te investeren. Nee, geen slap gelul. Ga je met die 15.000 gulden doen? Nee, wij hebben al lang onze plannen getrokken. Wij zijn in Afrika geweest. Nee, we trekken wel 15.000 gulden uit, maar we mogen niet weten waarvoor het is. Nee, het gaat niet om één bedrag. Waar gaat het dan om? Het gaat erom dat wij... Om ons idee. Wij hebben zelf een idee. We zijn in Afrika geweest. We hebben zelf een plan voor ons. Ja. Dat is ons plan. Laat haar uitpraten. Helemaal goed terecht. En ik hoop dat zoveel meer mensen denken zoals wij. Wat gebeurt er dan? En dan hebben we die 15.000 gulden heel hard nodig om ons plan te realiseren. Dus je wil mij geen geld geven? Nou, we willen ook... Zeker ook aan jou wat geven. We verdienen 1000 gulden voor de sterving. We moeten met jou staan te praten. Het gaat er namelijk niet om natuurlijk. Maar luister even, het gaat er niet om dat jij hier komt en mensen onder druk zet. En als je dan nee zegt... Mensen onder druk zetten? Nee, het gaat erom dat het hier sowieso al zit. En het zit bij ons sowieso al hier. Maar is dat daarvoor slap gelul dat het hier goed zit? Wat Wendy, nee, dat je begrijpt. Dus dat je niet zomaar geeft om je schuldgevoel af te kopen. Maar dat doe je. Je hebt toch schuldgevoel? Je wilt naar de hemel toe. Dan betaal je toch een afmaatje? Nee, ik geloof sowieso niet in de hemel. Dus... Ik wil mijn schuldgevoel niet afkopen. Ik vind gewoon, we zijn daar geweest en wij willen sowieso op ons 40's, en dat is wat Wendy bedoelt, een weeshuis. Een weeshuis openen in Mali of zo? Nee, ergens in een gebied. En we gaan nu het geld wat we kunnen beginnen, ja, en daar willen wij ons voor inzetten. Daar hebben we met vrienden van ons over gesproken. En dat gaan we met z'n vrienden, daar zijn we al langer op bezig. Op je 40's, dat duurt nog een tijdje, maar dat is makkelijk ver in de verte is. Nee, dat is niet makkelijk ver in de verte. Dat is wat wij willen en dat is ook wat we zeker gaan doen. We gaan nog 10 jaar wachten op dat weeshuis van je. Als je zelf daar... verantwoordelijk voor die kinderen bent. Ja, is dat belachelijk, jongens? Nee, dat is helemaal niet belachelijk. Nee. Wanneer komt u die eerste liefdesbaby? Oh, daar is het allemaal om te doen. Nee, helemaal niet. Nee. Maar dan denk ik, als je die eerste liefdesbaby hebt, dan kunnen die kinderen in Mali helemaal geen bal geven. Eerste liefdesbaby, nee. Je mag dan even hopen dat je zo bevoorrecht bent dat je een kind kan krijgen. Kan je geen kind krijgen dan? Ik zou het niet weten. Je hebt het nooit geprobeerd? Nee, we hebben het nog niet geprobeerd in de echte zin van het woord. Dat er wat uit zou komen, bedoel ik. Nee, dat weet je ook niet. Maar moederschap is toch de kroon op het vrouw zijn? Dat gaat toch een keer een dag gebeuren? Ik zou het niet weten, ik heb het nog meegemaakt. Je hebt er wel over nagedacht? Ja, tuurlijk. Ik denk er dagelijks over na. En al die jaren heb je dankzij het nooit zwanger geraakt of iets dergelijks? Nee. Top. Goed, maar goed,
Als dat nou gebeurt, stel dat het zover komt, dan kunnen die kinderen in Afrika toch geen bal schelen. Je eigen vlees en bloed is toch veel belangrijker. Ik heb een zoon van 9 waarvan ik hou. Dat vind ik jammer, de rest jij van de wereld kan me helemaal doodvallen. Kan mij het schelen. Wat een onzin. Ja, nee, maar zo denk jij erover. Ik geef mijn mening. Ja, dat is waar. Ja, hoe kan het doen? We hebben zo genoten. In Afrika zijn we een week geweest. We hebben echt de tijd van ons leven gehad met al die kids daar. We hebben met ballonnen en luchtbelletjes. En, ja, wij zijn ballonnen gewoon en luchtbelletjes? Ja, dat vinden ze de kleine dingetjes waar je mensen nog iets leuks aan hebben. Twee decadente ramptoeristen uit het westen die even langskomen. Oh, wat erg. Even terug naar je kinderen. Binnenkort heb je zelf een kind. En dan ben je in het gelukzalige bezit van het mooiste wat er is in een mensenleven. Je hebt je voortgeplant, je hebt aan de wens van de schepper voldaan. En dan komt dat 40ste levensjaar naderbij. Jouw menopauze, jouw penopauze. En dan moet je opeens met al die vervelende kinderen in Afrika een weeshuis gaan runnen. Ja, dat is jouw gevoel inderdaad misschien. Maar ik denk dat wij dat... Nou, ik weet zeker dat wij dat gaan doen. Oké, okay, nou... Dat weet ik zeker. Als je het doet, heb ik er respect voor. Ik denk nu, je bent gewoon een decadente ramptoerist. Vervelend, okay. Ze zijn zo lief. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is, nee, maar jij net of je over Dalmatiërs praat, over nou, puppy's. Nou, heb je het over, ja. Maak het maar Dalmatiërs zijn wel puur en eerlijk. En die liegen niet. Mag je nu eens één misverstand uitleggen? De ergste, vreedste wezens zijn kinderen, hoor. Die zijn helemaal niet puur en eerlijk, die zijn bikkelhard. Anders overleven ze niet. Maar in hun emoties. En al kinderen in Afrika, die zijn ook bikkelhard. Ik heb een kindje van 2 jaar voor zijn eigen eten zien vechten, want zijn vader pakt het af. Ja. Nou, en zo, dus kinderen zijn ook bikkelhard daar. Ja. Maar dat is toch ook goed, maar dat bikkelhard wil niet zijn dat het niet puur... En in welk land komt het weeshuis? Dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet, nee. Maar we willen sowieso uit Nederland... En stel nou, dan is jullie kind, of jullie kinderen zijn 10, 8 jaar en die gaan dan mee naar het weeshuis. En die hebben dan wel een papje en een mamie en die kinderen niet. Die gaan nog eerder mee. Die groeien op tussen jaloerse kinderen die denken van ze hebben wel een papi en mami en wij niet. Die groeien gewoon ergens op. De geest heb jij. Is toch logisch gedacht of niet? Jaloezie, bedrogen, hoe anders? Ja, maar wat moet je anders doen met die kinderen? Moet je die dan maar inderdaad laten leiden? Je mag het je eigen kinderen niet aandoen. Waarom die niet? Kinderen krijgen een schuldgevoel mee omdat ze denken, ik heb wel een papa en mama. Moeten onze kinderen op een roze wolk gaan leven hier in Nederland? Ja, nee. Nee. Want dan worden ze net zo corrupt als ze 18 worden. Net zo corrupt en verwend als een hele hoop mensen die gewoon op hun roze wolk zitten en daarin geloven. En erin geloven dat je hier alleen maar rijk moet worden. Macht, meer, begeertes, geneugten. Maar dit is toch, jij kan je toch veroorloven omdat je jong en succesvol bent dat je dit zegt? Macht is toch heerlijk? Nee, maar... Jij toch macht bij de platenmaatschappij, of niet? Nu kun je er iets nuttigs mee doen. Maar ik hoef geen macht om te zeggen van... Een druppel op de gloeiende paard waarbij je mensen in leven haalt die over 2 jaar dan wel sterven. Nee, maar als je een kraan laat druppelen in een emmer en je hebt op een gegeven moment een hele emmer en je pleurt het over die gloeiende plaat heen, dan zegt die gloeiende plaat wel... Oké. Okay. Snap jij het nog? Ik niet meer. Je verwacht echt dat je de rest van je leven bij elkaar hoort? Ja hoor, dat weet ik ook zeker dat opeens begin je een beetje fanatiek te kijken. Dat is voor het eerst in het goed, hè? Ik ben er ook best een beetje trots op. Het is net als je wat moet overschrijven, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat ik het gevoel heb. Nee. Zeg Wendy, denk je ook dat je de rest van je leven met meneer gaat doorbrengen? Ja, dat weet ik zeker. Waarom weet je dat zeker dan? Nou, omdat die liefde zo ongekend groot is. Dat overwint, denk ik, een hoop. Ja, wat moet je overwinnen dan? Nou, ik denk dat je zo met vallen en opstaan door het leven gaat. Het zal niet allemaal roze geur en maneschijn zijn. Het wordt natuurlijk ook een beetje saai, hè, al dat geluk. Vind je niet? Nee, het is heerlijk. Geluk is nooit saai voor mij. Oh, nee? We zijn met elkaar gelukkig geweest, maar er zijn nog een hele hoop andere dingen waar je ook nog tijdens een relatie ongelukkig over zeg, en hoe moet het nou als de een of de ander krijgt een ziekte of een overspelige relatie? Hou je dan ook vol? Bij overspelige relaties trek ik dat nog ten zeerste in twijfel, maar bij ziektes zeker wel. Maar als je echt van elkaar houdt, moet je de ander ook gunnen dat hij of zij iemand anders heeft, toch? Nou, normaal zeg. Nee. Ik probeer nu wat goede pad te brengen. Ik snap niet helemaal waarom jij een relatie hebt geweest. Dit wordt niet uitgezonden. Nee, maar zou ik de royalties van een nummer kunnen vragen voor de stervende kinderen van Afrika? Gewoon een B-kantje. Ik vind het allemaal best. Welke plaatsmaatschappij zit je? BMG. BMG. Ariola BMG. Zal ik ze bellen dat ze makkelijk dat uit het promotiebudget kunnen halen? Ik vind het wel geweldig als je ze even belt, ja. Nou, heb je het nummer? Dan bellen we ze nu even op. Ja, is goed. Dus Sander heeft allemaal dingen gezegd, ja. En die kan ik hier liever niet herhalen, want de camera staat hier. Nee, Rob, laat je niet omlullen, Rob. Van een buitengewoon dubieus gehalte. Maar waar het nu om gaat, Rob, is dit, dat wij gewoon met jullie nu afspreken. Er gaat 5.000 gulden in de pot voor de stervende kinderen in Afrika.
van de royalties van het nummer wat jij over Malawi geschreven hebt. Zo is het toch? Hoe heet het nummer? Relativiteit. Relativiteit heet het nummer. Wat ligt ingewikkeld dan? Ja. Nou goed, dan doen we geen... Ik help je, Oké, want hij zegt ook tegen mij... Oké, dan doe ik het als volgt met jullie hebben een promotiebudget voor iedere cd die eruit komt. En ja, dat gaat een tonnetje in of twee tonnetjes. Dus 5000 gulden wil ik voor de stervende kinderen van Afrika hebben. Een beetje lief tegen hem. Je moet lief tegen hem zijn. Rob, ik ben nu lief tegen hem. Als krijg je het sowieso Ik ben heel dankbaar voor die 5000 gulden die jullie op ons gaan overmaken. Op de Novip althans, hè, want daar gaat het om. Dag. Nou, dat is geregeld. Ja? Komt aan het promotiebudget, dus jullie komen in het klassement te staan. En dan zet ik ook nog even in het klassement het virtuele weeshuis te Malawi in jaar 2011, 100.000 gulden. Zullen we dat zo zeggen dan? Top. Ja, nu ga je een fotootje maken. Er zal wel meer ingaan. Meer dan 100.000? Ja, tuurlijk. Moet je niet doen. Zonder van het geld. Zonder van het geld, sorry. Kijk. Amen. Amen.